Goedemorgen. Ik heb zelfs een leeslamp. Maar hij doet het niet. Ik wil graag met jullie uit het Matthäus-evangelie lezen, hoofdstuk 28. Het slot van het Matthäus-evangelie. En het thema van vanmorgen is: wat wordt er gezegd op jouw leerlingbespreking? Ik ga daar straks verder over uitweiden, maar ik wil eerst de Bijbel met jullie openen. En dan staat het volgende. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De PowerPoint mag verder. Ja, dat was de schriftlezing. Ik werk in het onderwijs en ik kom uit het zuiden van het land. Ik kom uit, tenminste voor jullie, het zuiden van het land. Wij zouden zeggen het midden van het land. Ik kom uit Dordrecht. En wij hebben dus al vakantie, daarom zie ik er ook zo vrolijk uit. En jullie moeten nog 2 weken, heb ik begrepen. En we hebben net weer leerlingbesprekingen gehad. En dat is altijd spannend, want dan is altijd de vraag, hè, of een leerling overgestemd wordt of niet. En vaak is er dan ook verdeeldheid in zo'n docententeam. En dan moet je eigenlijk elkaar overtuigen waarom het beter is om een leerling te laten afstromen naar een lager niveau. Of om een leerling juist over te laten gaan of om een leerling te laten dubleren. En dat zijn soms fascinerende vergaderingen. En ik moest daaraan denken, toen ik Matthäus 28 las, omdat het woord leerling discipel is. En als Jezus het heeft over zijn discipelen, dan heeft hij het over zijn leerlingen. En de 12 vormden zijn klasje. En het is nog geen zomervakantie voor jullie, maar toch wil ik straks met jullie samen nadenken over 3 punten. 3 reflectievragen die je ook mag meenemen deze vakantie in. Die gaan over discipelschap. Die gaan over het leerling zijn van de Heer Jezus. En probeer je even dit voor te stellen. Stel je nou voor dat zoals docenten die aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, wiskunde geven bij elkaar komen om over 1 leerling te spreken. Stel nou voor dat er in de hemel ook een vergadering belegd wordt. Geen eindvergadering, geen laatste oordeel. Een leerlingbespreking is vaak een tussenevaluatie. Het eindoordeel is diploma wat je uiteindelijk moet krijgen. Maar stel je voor dat er zo'n soort tussenevaluatie over jou plaatsvindt in de hemel. En de engelen zijn bij elkaar en ze hebben jou gemonitord de afgelopen tijd. En ze vergaderen met elkaar over jouw progressie in het Koninkrijk van God. Ze spreken met elkaar over alles wat er in jou geïnvesteerd is door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het rendement wat je geeft in het Koninkrijk van God, de vrucht die je draagt. Hoe zou die leerlingbespreking dan verlopen? Wat zouden dan de aandachtspunten zijn? Wordt er ontwikkeling gezien? Daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst 2 misverstanden over Matthäus 28 even uit de wereld helpen. Want vaak als we deze tekst lezen, deze tekst is al heel bekend, dan krijgt iedereen al allerlei associaties en allerlei opwekkingsliedjes die over deze tekst gaan. Maar het helpt ons niet, omdat we heel vaak deze tekst te klein houden. En daarom wil ik 2 misverstanden eerst even uit de wereld halen. Mag ik naar de volgende? Ja, nog eentje. Allereerst, dit is niet het zendingsbevel. Wordt vaak gezegd, oh ja, Matthäus 28, dat is het zendingsbevel. Die zetten we onderaan, een zendingsnieuwsbrief, want we moeten de wereld ingaan. Maar Jezus zei niet, maak
bekeerlingen. Jezus zei niet, breng ze tot geloof. Jezus zei niet, laat allerlei mensen in een campagne het zondaarsgebed bidden. Maar hij zei, maak alle volken tot mijn discipelen. En dat gaat verder dan een keuze voor Jezus maken. Dat gaat verder dan tot geloof komen. Daar begint het eigenlijk pas mee. En in onze mindset denken we vaak dat dit gaat over zielen winnen. Maar er wordt hier helemaal niet gesproken over zielen winnen. Er wordt hier gesproken over mensen discipelen. En dat is wat anders. Dat gaat veel verder dan dat. Dit is niet de Alpha-cursus. Dit is ook de Beta-cursus. En alles wat daarna komt. Dit gaat eigenlijk over gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus. En dat is een proces wat het hele leven lang duurt. Dus we maken het vaak te klein als we denken, oh wacht, dat is het zendingsbevel. Dus zodra mensen tot geloof gekomen zijn, zijn ze er. Nee, dan begint het pas. Het probleem is vaak dat er een enorm gat zit tussen tot geloof komen en alle andere dingen die de Heer Jezus in ons wil uitwerken. Dit is de grote opdracht om discipelen te maken. En dat begint met dat mensen tot geloof komen, maar daarmee is het niet voorbij. Die opdracht blijft gewoon nog steeds staan. En die opdracht geldt ook voor ons. Wij zijn zowel geroepen om discipelen te maken, ik ga daar straks wat over zeggen, maar we zijn ook geroepen om een discipel te zijn. Ook de apostelen hielden nooit op met leerling zijn van de Heere Jezus, hun hele leven lang. Dus dat betekent dat groei eigenlijk je hele leven zichtbaar mag worden. Dat groei heel je leven verder ontwikkeld mag worden. Dat betekent dat je dus nooit uitgeleerd bent in het Koninkrijk van God. Ook als je al 40 jaar gelovig bent. Juist dan. Dus dat discipelen maken, dat geldt niet voor de mensen daarbuiten. Van, oh ja, we hebben een zendingsdienst, dus we gaan het hebben over Matteüs 28. En dan moeten mensen tot geloof komen. Dit gaat ook over jou. Jij moet meer tot geloof komen. Jij moet meer gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus. Jij moet groeien in je geloof. Het geldt voor ons allemaal. Maar maak het vaak wat kleiner door te zeggen, dit is het zendingsbevel. En wat we ook gedaan hebben in de kerkgeschiedenis de afgelopen 2000 jaar, is dat we een soort verschillende gradaties hebben ingebouwd. Dit is een opdracht die Jezus aan de 12 apostelen gaf. En daarna, vergeef me even het ingewikkelde taalgebruik, door de apostolische successie werd het doorgegeven aan de bisschoppen. En van de bisschoppen en de really professionals, de professionals die in de kerk werken, wordt meer verwacht dan gewoon de Jan met de pet en degene die op het boerenland staan. Want zij moeten gewoon hun werk doen en zij mogen vervolgens ervoor zorgen dat de professionals betaald worden, zodat zij in de kerk discipel van de Heer Jezus kunnen zijn. En in de katholieke kerk hebben we het zelfs zo gezegd dat er allerlei voorschriften zijn die geldig worden op het moment dat je toetreedt tot de kerk. Je laat wijden tot priester, dan mag je opeens niet trouwen. Dan zijn er allerlei regels en voorschriften die radicaal zijn. Terwijl als je niet gewijd bent, dan mag je een hele lichte variant van discipelschap uitleven. Want dat bidden en dat vasten en mensen over Jezus vertellen, dat besteden we uit aan anderen. Of om het even in wat moderne taalgebruik te zeggen, dat outsourcen we naar de zendelingen. Die mogen het werk doen. Wij betalen en wij bidden voor ze. En die grote opdracht laten we aan hun over. Maar dat onderscheid bestaat helemaal niet in het Koninkrijk van God. Er is wel een verschil in bedieningen, maar God vraagt van iedereen hetzelfde. Er is geen verschil in gradaties. Jezus vraagt aan ons allemaal om te worden zoals Hij. En niet die 1, 2, 3 betaalde krachten die dan vervolgens mogen worden als Jezus. En de rest die loopt maar gewoon te doen wat ze willen. En vervolgens, als maar genoeg betaald wordt, kunnen zij hun werk doen. En zo wordt het Koninkrijk van God gebouwd. Nee toch? Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn dat geen goed idee is geweest dat we de afgelopen 2000 jaar gedaan hebben met elkaar. Ik hoor gelukkig een amen. Is iemand het met me eens? Want daarmee maken we onszelf onvruchtbaar.
denken we, oh, dit geldt niet voor mij. Ik zit niet bij jeugd met een opdracht. Oh, ik ben geen voorganger. Maar je bent wel een discipel van de Heer Jezus. En iedereen is onderhorig aan Matteüs hoofdstuk 28. En moet je nou eens opletten wat Jezus zegt. Ga dus op weg en maak alle volken, niet een deel van de bevolking, maar alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De doop is het begin. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus alles wat Jezus de 12 heeft geleerd, geldt ook voor jou. Alles wat Jezus de 12 heeft voorgehouden, is ook leerstof voor jouw leven. Wat heeft Jezus eigenlijk de discipelen geleerd? Wat heeft hij ze geleerd? Wat wij ook moeten toepassen in ons leven. Wie? Ja, wat heeft Jezus eigenlijk ook allemaal gezegd? De hele bergrede. Matteüs 5 tot 7, lees dat maar even goed na. Dat gaat over je karakter, dat gaat over je hart, dat gaat over je gebedsleven. Dat gaat over vasten, dat gaat over geven, dat gaat over bidden. Wat nog meer? Wat zei je? Liefde. Hè, wat mijn vader net zei. Elkaar lief hebben tot het einde. Dat geldt dus ook voor ons, niet alleen voor de 12. Vol worden van de Heilige Geest. Lucas 11. Dat we de Vader mogen bidden om de Heilige Geest, en dat hij ons geen stenen voor brood zal geven. Amen. Maar dat is niet een speeltje voor onszelf. Van, oh, we zijn vol van de Heilige Geest, dat voel ik me goed. Maar het is bedoeld om mee aan de slag te gaan. Want Jezus heeft ook zijn discipelen de opdracht gegeven om zieken de handen op te leggen. Om demonen uit te drijven. Dat wordt ook niet uitbesteed aan de rally professionals. Het ministry team die is geschoold, die kunnen het doen. En de rest die houdt zich daar niet mee bezig. Dat is ook een opdracht voor ons allemaal. Heeft Jezus de discipelen dat voorgehouden of niet? Heeft hij gezegd, leg zieken de handen op? Heeft hij gezegd tegen de discipelen, drijf demonen uit? En heeft hij ook gezegd, leren en te onderhouden alles wat ik jullie opgedragen heb? Dus dat geldt ook voor jou. Dat geldt ook voor mij. En natuurlijk is er onderscheid in bedieningen. En natuurlijk is de een daar verder in gevorderd dan de ander. En is het goed om er ook een stukje orde in de kerk in te hebben. Maar wat ik altijd merk, dat zodra we ministry teams hebben, dat anderen denken, oh wacht, ja, iemand heeft een nood, ik ga even iemand van het pastoraat halen. Ja, wat dacht je ervan om zelf met iemand te bidden? Wat dacht je ervan om zelf iemand in de ogen te kijken en bemoedigende woorden over hem uit te spreken? Of over haar? We maken het steeds kleiner door het te outsourcen naar anderen. Maar de opdracht voor discipelschap geldt voor ons allemaal. En alles wat je leest, wat Jezus zijn discipelen voorhoudt in alle evangeliën, is ook leerstof voor jou. Is ook iets waarin jij mag groeien. Is ook iets waarin jij je mag bekwamen. Is ook iets waarin jij je mag ontwikkelen. En dan is hetgeen wat Jezus wil, wat wij leren in zijn koninkrijk, opeens een stuk breder en een stuk groter dan wat wij er vaak van maken. En dan is het dus ontwikkelstof voor ons allemaal. Dus even die twee misverstanden de wereld uit. Nee, dit wordt niet beperkt tot zending. En nee, dit is geen opdracht voor de rally professionals. Dit is voor ons allemaal een vraag. Nou, niet een vraag. Je zei het zelf net al. Onderhouden. Onderhouden. Je moet er ook mee bezig blijven. Het is ook niet een vak zoals maatschappijleer wat je afsluit. Bidden voor genezing heb ik 5 jaar geleden al gedaan. Ik ben nu met een ander vak bezig. Onderhouden, inderdaad. Mee bezig blijven. In ontwikkeling blijven. Vol zijn van de Heilige Geest. Oh ja, ik heb zo'n fantastische ervaring gehad met Pinksteren in 1976. Onderhouden. Word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5. Dan gaan we eens even kijken. Stel je nou voor, we gaan weer naar de leerlingbespreking. 3 punten wil ik eruit halen. Mag die eerste komen? Dus de volgende PowerPoint slide. Ik heb heel wat leerlingbesprekingen versleten. Wie is er nog meer docent hier? Veel wijsheid komende weken toegewenst. Zijn hier nog leerlingen aanwezig trouwens? Of zijn die allemaal met de jeugd weg? Oké, dan kunnen...
Ja, nee, ik bedoel in het middelbaar onderwijs. In het voortgezet onderwijs. Oké, daar kunnen we veilig over spreken. Ze zijn er niet. Wat vaak namelijk opvalt, als een leerling zeg maar op het randje staat, hè, dat noemen we dan is een leerling een bespreekgeval. Al het woord al, jij bent een bespreekgeval. Dat betekent dus dat ze over jou gaan vergaderen of jij over mag gaan. Maar wat heel vaak belangrijk is, is of een leerling ook echt commitment heeft getoond. Of een leerling ook toegewijd is, of de kantjes eraf loopt. En het gekke is, in Nederland is het zo, als je de kantjes ervan afloopt, is de kans vaak groter dat je overgestemd wordt dan als dat niet zo is. Dat is echt waar. Want dan wordt vaak gezegd, hij kan het wel, maar hij heeft het alleen nog niet laten zien. Maar volgend jaar gaat hij het wel doen. Is dit herkenbaar? Ja, is herkenbaar, hè? Terwijl als iemand heel hard zijn best heeft gedaan, maar toch op het randje staat, dan zeg ik, denk toch niet dat hij het niveau aan kan. Dus in Nederland is het zo dat als je niet heel hard je best doet, dat de kans groter is dat je overgestemd wordt of niet. In het Koninkrijk van God is dat niet zo. In het Koninkrijk van God wordt er eerst gekeken naar je hart. Wordt er eerst gekeken naar je inzet. Wordt er eerst gekeken naar dat grote gebod waar we het net over hebben gehad. Heb je de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel. Geeft die persoon alles in het Koninkrijk om tot groei te komen? Of loopt die de kantjes ermee af? Is het een gedemotiveerde HAVO 4 leerling in het Koninkrijk van God? En de kerk zit vol met gedemotiveerde leerlingen in het Koninkrijk van God. Die de kantjes ervan aflopen. Gaan we op zondag naar de kerk? Ik weet het niet hoor, het is mooi weer. We kunnen ook gaan zeilen. Ja, ja. We kunnen ook wel de livestream gaan volgen. Ja, ja. Het fenomeen 50-50 kerken. Hebben jullie daar al van gehoord? Dat heel veel kerken 50% opkomst hebben van 100% leden. Want het grootste gedeelte kijkt wel of we gaan. En ja, dat is op de zondagse samenkomst. We hoeven het al helemaal niet meer over de bidstond te hebben. En dan gaat dit allemaal over uiterlijkheden. Maar hoe zit het met ons hart? Ik luisterde laatst naar een luisterboek van Herman Paul. Hij is een filosoof en ging over secularisatie. Hij is ook christen en zegt secularisatie, wij maken ons allemaal zorgen over ontkerkelijking. Dat uiteindelijk de kerk steeds minder invloed krijgt in de samenleving. Hij zegt, maar secularisatie begint in het hart. God krijgt steeds minder invloed in ons hart. Het is een dingetje wat we erbij doen. We gaan op zondag naar de kerk en we lopen de kerk uit en we zijn vergeten waar het over gaat. En in ons gedachtenwereld, in hetgeen wat ons hart drijft, hetgeen waar de verlangens van ons hart uiteindelijk elke keer naartoe getrokken worden, dat zijn niet de dingen van het Koninkrijk van God. Het zijn geen verkeerde dingen. Een boot, een fijne vakantie, een aanbouw, een andere auto. Er is nog niks mis met deze dingen. Maar op het moment dat ons hart daar zo vol van is en zo naartoe getrokken wordt, dat we eigenlijk helemaal niet meer bezig zijn met zoeken eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle andere dingen ontvangt u bovendien, dan worden we geseculariseerd in ons hart. Dan krijgt het Koninkrijk van God een steeds kleiner plekje in ons hart, totdat, en daarom is corona zo'n grote waterscheiding geworden in de kerken, totdat we denken, ik ga niet meer naar de kerk, maar ik mis het eigenlijk helemaal niet. En voor je het weet, drijven we langzaam maar zeker af van dat stukje discipelschap. En een andere Herman, geen groot filosoof, maar wel inspirerend, Herman Boon, die zei het altijd zo, die zegt het altijd zo, je hebt discipelen en je hebt kerkgangers. Een discipel die gaat radicaal achter Jezus aan. Een kerkganger gaat op zondag naar de kerk en de rest van de week zijn eigen gang. Dat is een goeie om te onthouden. Zondag naar de kerk, de rest van de week je eigen gang gaan. Ik kan die vraag niet voor jou beantwoorden, maar stel je voor dat de engelen in de hemel over jou aan het vergaderen zijn. En ze kijken dwars door jouw hart heen. Ze kijken naar wat je bezighoudt. Ze kijken samen met de Vader naar waar jij van droomt, waar je verlangens naar uitgaan, wat je bezighoudt. Is dat dan het Koninkrijk van God? Ben je dan 100% toegewijd aan Jezus? Of loop je de kantjes ervan af en is er nog maar een heel klein waakvlammetje in jouw hart aanwezig voor de dingen van God? Dat is een hele belangrijke vraag om over na te denken deze vakantie. Ben ik eigenlijk nog wel een toegewijde leerling van de Heer Jezus Christus? Daar begint het mee. Ben ik nog een serieuze leerling van de Heer Jezus Christus? Tweede vraag waar je over na mag denken. Ik kom straks nog op die vragen terug. Nog een vraag.
Maar uiteindelijk is het relationeel. Het gaat er niet om, en dan is goed dat je dit zo zegt, want het is niet de bedoeling dat je dan moet gaan denken, oh, dan moet ik nog meer dit en nog meer dat. Daar zit het niet in. Dat is mooi. De muur van de Heer Jezus is altijd goed. Ik ben zo blij met de Heer God. En ik ervaar dat in alles. Ik sta hier gewoon de wind snap. Zeg maar, ik durf alles. Het is onvoorstelbaar. Heel mooi om te horen. Ja. Een getuigenis van een toegewijde leerling. Dankjewel. Maar kunnen we dat allemaal zeggen? Dat we nog zo blij zijn met de Heer Jezus. Dat we nog verwonderd zijn om wie Hij is. Want het is relationeel in eerste instantie. En als het gaat over mijn relatie met Jessica, dan kan ik het hebben over, ja, maar ik heb zoveel tijd met je doorgebracht en ik zit toch elke dag naast je op de bank en we liggen toch in hetzelfde bed en we gaan toch samen op vakantie. Maar gaat mijn hart nog steeds naar haar uit? En als dat niet zo is, dan merkt ze dat. En de vraag is ook, gaat jouw hart nog naar de Heer Jezus uit? Want met plichtsbesef kan je een heel eind komen, maar het gaat erom dat we hem vurig najagen met ons leven. Is dat nog zo? Dat is de vraag. Tweede, waar ga jij komend jaar in groeien? Daar mag je over nadenken deze vakantie. Waar ga jij in groeien? Waar ga jij je in ontwikkelen? Ik heb hier een plaatje gekozen van iemand die piano leert spelen. Kan je tegenwoordig ook met de iPad doen. Het scheelt weer dure pianoleraren. Maar weet je wat daarvoor nodig is? Discipline. Oh, hey, daar zit ook het woord discipelschap in. Oefenen, 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 oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Oefenen. Intentioneel bezig zijn met groei. Van tevoren gaan zitten, ik wil piano leren spelen. Dus, ik ga mijn woensdagmiddag oefenen. Ik ga mijn zaterdagmiddag oefenen. Ik ga op de maandagmiddag oefenen. En ik ga me dat jarenlang eigen maken totdat ik piano kan spelen. We vinden het heel normaal dat je zo piano leert spelen. We vinden het heel normaal dat je Frans leert door naar cursussen te gaan, door te gaan oefenen, 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 door je woordjes uit je hoofd te leren. En op de een of andere manier denken we dat discipelschap automatisch gaat. Dat je in de kerk zit, dat je een preek hoort en dat hele proces van discipelschap vindt daar plaats. Nee, daar krijg je een aanzet. Maar het is de bedoeling dat je zelf eerst gaat zitten, waarin wil ik me bekwamen? Ik wil meer leren over het woord van God. Ik vind het frustrerend dat ik de helft van de Bijbel niet begrijp. Ik ga een goede cursus zoeken en ik ga er komend jaar werk van maken, dat aan het eind van het jaar ik meer van de Bijbel weet dan aan het begin van het jaar. Ik vind het frustrerend dat ik nooit stille tijd hou en dat ik er geen structuur in heb. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een planning maken voor komend jaar. Ik ga gewoon beginnen, elke keer 20 minuten eerder opstaan en ik ga het gewoon proberen. En al slaap je 4 keer door de wekker heen en lukt het niet, dan heb je nog altijd meer gebeden dan als je geen planning had gemaakt. Amen. We moeten intentioneel aan de slag gaan als we willen groeien in discipelschap. Dus een vraag die de Heilige Geest aan je gaat adresseren de komende weken, maanden, is: waarin wil jij groeien? Wat mag ik door jou heen doen? Wat mag ik in jou afbreken? Waarin mag ik jou vormen? Is dat in de kennis van het woord? Is er iets in je karakter wat de Heer wil vormen naar het beeld van de Heer Jezus? Ietsje meer geduld, ietsje meer vriendelijkheid, ietsje meer nederigheid. En als je niet goed weet waar moet ik dan in groeien, kan je het altijd aan je vrouw vragen. Die weet dat vaak beter dan jij. En andersom. Waarin wil ik me bekwamen om meer vrucht te dragen in het Koninkrijk van God? Altijd vanuit het perspectief, hoe kan ik meer vrucht dragen in het Koninkrijk van God? Wat moet ik gaan doen? Waar mag ik mee in ontwikkelen? Je bent nooit te oud om te leren, toch? Maak serieus werk van discipelschap. Ga intentioneel aan de slag. Als je het frustrerend vindt dat je nooit stille tijd houdt, ga nadenken, wat past bij mij? Wat werkt bij mij? Waar kan ik mee gaan beginnen? En begin. Als het gaat over de geestesgaven, streef naar de profetie. Dat is een opdracht van Paulus, dat we streven naar de profetie. Streven we naar de profetie? Streven we naar het bidden van genezing voor mensen? Is dat iets waarin je mag ontwikkelen het komende jaar? Is dat iets waarvan je zegt, ik heb het nog nooit gedaan, maar het hoort bij het pakket, dus ik ga het doen. Denk over die vraag na.
Want het gaat erom, hoe kan je meer vrucht dragen in het koninkrijk van God? Hoe kan je meer tot zegen zijn? Wat een geweldige vraag om over na te denken, deze vakantie. Derde vraag. En de laatste vraag. Jezus heeft het over discipelen maken. En we zijn aan de ene kant allemaal discipelen van de Heer Jezus. Jij bent zelf een discipel, je hebt nog heel veel te leren, net zoals ik. Er is nog heel veel wat in ons gevormd mag worden. Er is nog heel veel wat we mogen ontwikkelen. Er is nog heel veel wat Hij ons eigen wil maken, zodat we gevormd worden naar het beeld van Jezus. Maar de opdracht is, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou is dat een hele grote opdracht. En gelukkig is die aan de hele gemeente van alle eeuwen gegeven. Maar wat is jouw focus in deze opdracht? Wie heeft de Heere God aan jou toevertrouwd, in jouw omgeving? Of om maar anders te zeggen, wie zit er in jouw klasje? Paulus had Timotheus. Wie heb jij? Wie zijn de mensen die jij verder brengt in geloof? Wie zijn de mensen die jij ondersteunt, die jij verder helpt? En misschien moeten we al thuis beginnen. Stefan Paasen, theoloog, heeft een paar jaar geleden een boek geschreven, Vreemdelingen en Priesters. Dat ging over de staat van seculier Nederland, over de ontkerkelijking en al dat soort dingen. De helft van het boek ben ik vergeten, maar ik kan één ding nog heel goed onthouden. Een citaat, dat discipelschap meer dan ooit begint in ons eigen gezin. Want vroeger was het vanzelfsprekend dat als je grootouders hervormd waren, dan was jij hervormd, je kinderen worden hervormd en je kleinkinderen zijn ook hervormd. Iedereen zit in dezelfde kerk, iedereen is gelovig. Maar die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. De tijd dat kinderen in de voetsporen van de ouders treden is voorbij. Dat gebeurt niet meer zomaar. Er is een proces van discipelschap voor nodig. Daar is genade van God voor nodig. En tuurlijk, kinderen zijn ook verantwoordelijk voor de eigen keuzes. Maar de opdracht om te discipelen begint in eerste instantie in je eigen omgeving thuis. Dirk-Jan, je hebt kinderen, hè? Vier. Zit een deel naast je? Er zit een discipel naast je. Vier discipelen. Er zijn er al bijna 12. En ook nog een schoonzoon. Zijn er al 5. De mensen in onze naaste omgeving, die kijken niet in eerste instantie naar wat we zeggen, maar naar wat we doen. En hoeveel ze van de liefde van de Heer Jezus zien in onze ogen. Hoeveel ze van de liefde van de Heer Jezus zien in ons spreken. Hoeveel ze geloof ze zien in hoe we zelf met tegenslagen in het leven omgaan. En daar in dat gezinsleven is onze eerste opdracht om te discipelen. Maar het gaat ook verder dan ons gezinsleven. Het breidt zich ook uit naar onze vriendengroep. Het breidt zich ook uit naar ons werk. Juist daar zijn we bedoeld om mensen dichter naar de Heer Jezus te brengen. Zijn we ons bewust van onze opdracht? Of maken we het weer klein? En zeggen we, ja, dit roepen we allemaal in de kerk en we geven aan een project en we gaan naar Roemenië en dan gaan we evangeliseren en dan komen we weer terug en dan doen we vervolgens niet wat we in Roemenië wel deden. Hoe zit het dan op ons eigen werk? En dat geldt ook voor mezelf. Soms word je door de Heilige Geest aangespoord om even die drempel over te gaan. Ik wil toch even iets van vertellen. Gewoon omdat we zo gewend zijn dat je dat soort dingen niet doet. Maar waarom eigenlijk niet? Als Jezus bijvoorbeeld zegt, leg zieke de handen op. Geldt dat alleen voor degene die in de dienst naar voren komen? Of gebeurt dat soms ook in situaties op het werk? Ik heb een collega die niet gelovig is, maar waar ik wel hele leuke gesprekken over heb over geloof. Hij geeft geschiedenis. Hij komt nooit in de kerk. Maar hij liep te vertellen dat hij zijn vakantie anders moest gaan doen, want hij heeft een nekhernia. En hij zou gaan fietsen, maar dat wordt hem niet. En nu gaat hij heel wat anders doen. En hij had elke keer last. En ik hoorde dat. En op een gegeven moment voelde ik een stukje verbolgenheid, maar ook alsof de Heilige Geest zei, ja, maar waarom bid je wel in de kerk makkelijk met mensen, maar bid je niet met hem? En we hadden de jaarafsluiting, afgelopen vrijdag. En we gingen daarna lunchen en ik zat tegenover hem en hij begon weer over zijn nek.
En ik nam hem apart. En ik zeg, joh, dat is misschien een hele rare vraag voor jou. Maar ik zou graag met je willen bidden voor je nekhernia. En ik heb hem apart genomen, ging op het schoolplein zitten. Terwijl alle andere docenten nog aan het lunchen waren. En ik heb hem de handen opgelegd. Ik heb geen idee of hij daadwerkelijk genezen is. Ik hoor het toch wel. Maar ik heb het gedaan. En hij zei, dankjewel, ik vond het zo'n lief gebaar van je, zei hij. Wat een lief gebaar. Weet je wat een enorme drempel het is om zo'n stap over te gaan, om een collega die niet gelooft en die iets vertelt en zegt, mag ik voor je bidden? Maar juist op het moment dat we die grote SUV-wagens die we hebben, waarmee we altijd netjes op de gebaande wegen rijden, als we daarvan buiten de gebaande wegen zijn gaan, dan komen we precies op de plekken waar God ons voor bedoeld heeft. En dan gaan we een vrucht in ons leven zien. En een vrucht in het Koninkrijk van God zien. En een vrucht op deze gemeente die we niet voor ogen hadden gehad, omdat we eindelijk gaan doen waar God ons voor geroepen heeft, toch? Het is even een voorbeeld van een drempel die je moet overgaan uit gehoorzaamheid om te doen wat Jezus heeft gezegd. Amen. Ik heb heel veel gezegd. Misschien ook tot irritatie. Sommige dingetjes of frustratie, dingen waar je over na moet denken. Maar ik heb deze preek vooral bedoeld. Dit is, en dat heb je waarschijnlijk gehoord, dit is geen hele mooie leerpreek. Maar dit is echt een motiverende preek om je te prikkelen, om over na te denken. Hoe staat het ervoor met mijn relatie met God? Hoe hoog staat discipelschap op mijn persoonlijke agenda? En ik wil ook een moment voor je gaan bidden. Ik wil jullie vragen een moment te gaan staan. En dan mag de band naar voren komen. Vooral die pianist, wat een prachtig spel net zeg. Bedankt voor de aanbiddingen van daarnet, was echt heel mooi. Ik wil eigenlijk deze drie punten in gebed brengen. Dat doe ik eerst, maar daarna wil ik nog even terugkomen op dat eerste punt. Want zonder punt 1 hebben punt 2 en 3 eigenlijk geen zin. Dus laten we bidden. Vader, dank u wel. Voor die ongelooflijk avontuurlijke grote opdracht. Om een discipel van de Heer Jezus te mogen worden. Om nieuwe dingen van hem te leren. Maar ook om mensen in onze omgeving tot discipelen te maken. En Heer, zonder uw hulp, zonder uw Heilige Geest pakken we er helemaal niks van. We hebben uw kracht nodig om te getuigen. We hebben uw kracht nodig om ons hart zelf in vuur en vlam te zetten voor Jezus. We hebben uw wijsheid nodig om eerlijk naar ons eigen leven te kijken en de thermometer erin te steken en onszelf af te vragen, samen met u, hoe staat mijn relatie met u ervoor? En Vader, daarom vraag ik u om op dit moment door uw Heilige Geest tot in ieder van ons persoonlijk te spreken. En ons als het ware vanuit de hemel een spiegel voor te houden. Een soort tussenevaluatie. Waar sta jij op dit moment? En een tussenevaluatie van de Vader is nooit bedoeld om ons te veroordelen. Maar het is altijd bedoeld om ons dichter naar Jezus te trekken. Is altijd bedoeld om ons in onze bestemming te brengen. Om ons weer een goede zet in de goede richting te geven. Maar daarvoor is die confrontatie wel nodig. En op het moment dat de Vader een spiegel voorhoudt. En je tot besef komt, maar ik moet dingen anders gaan doen. Ik moet gaan breken met dingen. Ik moet nieuwe gewoontes gaan opbouwen. Ik moet radicaliseren, om maar even zo te zeggen. Weet je wat dan het eerste is wat nodig is? In de beweging van discipelschap? Bekering. En bekering betekent omkeren en dingen anders gaan doen dan je gewend was. Dingen anders gaan aanpakken. Breken met patronen. Nieuwe patronen aanleren. Vanuit het vurige verlangen naar de Heer Jezus. Dat is wat bekering is. En daar begint punt 1 mee. Ben je een toegewijde leerling van de Heer Jezus? Als je van jezelf zegt, ja, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, dan is het antwoord al duidelijk. Dan is dat niet zo. Maar wil je het worden? Mag de Heilige Geest het in jou uitwerken? Mag hij je over je angsten heen leiden? Mag hij je volledig in beslag nemen voor het Koninkrijk van God? En mag hij je in vuur en vlam zetten voor Jezus? Wil je dat?
Ik ga er volgende over zeggen. Ik ga zo meteen een oproep doen. Dat had je waarschijnlijk al aan horen komen. En daarin ga ik je vragen om een wilsbesluit te nemen. Om je opnieuw toe te wijden als een radicale discipel van de Heer Jezus Christus. En dan komt vraag 2. Waarin wil ik dan gaan leren? Wat ga ik er dan mee doen? En wat is mijn verantwoordelijkheid in mijn omgeving? Vraag 3, dat komt dan vanzelf. Maar begin bij vraag 1. En op het moment dat je naar voren gaat, dit is wat ik geloof, dan is het niet zo heel moeilijk als we met elkaar gaan bidden. En we hebben ook, geloof ik, in deze gemeente een prachtig gebedsteam. En de Heilige Geest is hier aanwezig. Dat er weer een nieuw vuur in jouw leven komt. En dat er weer een nieuw vuur en een nieuw verlangen naar Jezus komt. Dat is een belofte van de Heilige Geest. Als we daarom bidden, de Heilige Geest wil altijd een gebed verhoren dat uiteindelijk leidt tot meer verlangen naar de Heer Jezus en meer toewijding aan Hem. Dus ik garandeer je, dan ga je iets van God merken. Maar het is alsof je een barbecue aansteekt met aanmaakblokjes. En het brandt even. En je merkt er wat van. Maar als jij naar huis gaat, is het belangrijk dat je vervolgens keuzes gaat maken om het vuur te voeden. Keuzes gaat maken die maken dat er brandhout op de barbecue komt. Of kolen, nog beter. Keuzes maken waardoor het vuur ook blijft branden. Dus als je komt, heeft het ook een prijs. Je mag van God een stuk zegen ontvangen, een stuk nabijheid en een stuk kracht van de Heilige Geest. Maar het is aan jou om het te onderhouden en aan die vragen te gaan werken. En jezelf opnieuw te committen als discipel van de Heer Jezus. En dat doe je niet hier, ja, hier is de eerste stap, maar dat doe je vooral thuis de dagen daarna. Dus bedenk goed wat ik je vraag voordat je naar voren komt. Als het ware steken met elkaar, met die aanmaakblokjes, het vuur weer aan. Maar het is aan jou om het thuis te onderhouden. En hier daadwerkelijk werk van te gaan maken. En als je zegt, dat wil ik, en daar wil ik voor gaan. En daar wil ik me voor committen, dan wil ik je vragen om nu naar voren te komen. Nu. Waarom doe je dit? Je maakt naar de Heer Jezus zichtbaar. Ik voel me aangesproken door wat er gezegd wordt. En ik maak zichtbaar in de geestelijke wereld. En ik maak zichtbaar in de natuurlijke wereld. Dat ik me niet schaam voor het evangelie. Dat ik meer van Jezus nodig heb. En dat ik voor Hem wil gaan. Dit is hoe bekering eruit ziet. Je omkeert het zichtbaar maken. Ik heb meer van Hem nodig. En we gaan het met elkaar bekrachtigen. Door jullie kort de handen op te leggen. En het enige wat we gaan bidden. Is dat de Heer Jezus opnieuw je eerste liefde mag worden. En dat Hij de Geest daar met vuur in komt. Alleen dat. Geen uitgebreide gebeden, ook geen verhalen. Alleen op jouw eerste stap, dat bekrachtigen we met zijn zegen. Even afstemmen met degene die de dienst leidt. Wat doen jullie normaal gesproken? Jullie hebben een gebedsteam of jullie oudste bidden. Komen we ook even... Dit is het gebedsteam. Allemaal oudste zijn gebedsteam, geweldig, mooi. Oudste team dat bidt. Ik wil je vragen om ze kort de handen op te leggen en te zegenen de keuze die ze hebben gemaakt. En te bekrachtigen dat de Heilige Geest het verder gaat uitwerken in jullie leven. Kunnen we een mooi lied zingen erbij? Of kunnen we ondertussen langs gaan en bidden met de mensen die vooraan zijn gekomen? En voor degenen die in de zaal zitten, wil ik nog één gebed ook over jullie uitspreken. Dat de Heilige Geest jullie mag helpen om nieuwe ontwikkelgebieden te vinden die je samen met Hem aan mag gaan. En dat Hij mensen op je pad mag brengen, maar je ook ogen mag geven dat je mag gaan zien wie er in je klasje zitten en waar je voor geroepen bent en wie je tot zegen mag zijn. Wees gezegend in het volgen van de Heer Jezus, allerhoogste en mooiste roeping die er is.